ik heb een plan B. Hier. Waar we denken dat vinger. Voor de rest moet je dus niet aankomen. Nee. Allemaal bekijken. En. Ja. Later gaan we.
Is dat waarschijnlijk is dit van de overval, is dat, nee, is dat nog van inbraak in het kluisje? Ja, zullen we zo even gaan schetsen? Maar eerst om het haagje nog gaan schetsen. Ja. Ja. Is goed. Ik zie jullie zo weer terug. Is goed. Is goed. We zijn met de leven terug. We hebben bewakingscamera's van de school deze jongen gevonden. We hebben een gesprek met hem gehad, we hebben hem geïnterviewd. Zit hij hier ook op school? Dat heb ik onderzocht en hij zit in de 6A en hij heet Daan van de, ja. En hij vertelde dat hij een date voor iemand, nee, we weten dus nog niet zeker van wie. Heeft hij ook niet een paar aanwijzingen gegeven? Ja, denken een conciërge, maar ja. En hij heeft haar wordt verteld. Maar hele grote ogen, zei hij, en grijs, bijna wit haar. En lang of kort? Half uur lang. Voor mij ongeveer zo hier of zo. Ik weet niet precies waar hoe je zei. En hij had echt hele felle ogen. Ga ik even op zoek naar hele felle oogkleur. En het was een man. Ja. Het is sowieso een man. Van welke school is dit de conciërge? Van de Torbeke? Ja. Dus we denken conciërge. Ja. Van de Torbeke, want we hebben de bewakingscamera's gezien dat hij best wel. Ja, maar we hebben nog geen naam en dan gaan we zo naar de directeur om hem te ondervragen of hij diegene kent. Ja, en dat gaan we dus weer onderzoeken. Ja. Ja. Mooi werk. Oké, ik moet heel snel dokter Deen bellen. De moordzaak is opgelost.